Een chaotische start bij de Grand Prix van Brazilië. Net als een chaotische start bij DRS, de ratio. Want dit is DRS, de ratio. Chaotisch, waarom? Dat je te laat was. Ja, nee, je beetje Ja. Maar Eerst ben je ziek. Ja, dan ik wil oh, oh. Ik zat te denken, ik wil mijn excuses aanbieden aan de luisteraar. Vorige week was ik ziek. En slecht. Ik, en nou. <laughs> <laughs> ik heb het teruggeluisterd. Dat was echt niet te doen. het nee, was echt slecht. Ja. Dat is maar echt niet gefocust. Ik vond dat je vandaag wat fitter en scherper bent. Nou ja, en nu, uh, het klinkt misschien raar op dinsdagochtend uh, om 11 uur, maar ik, ik, uh, ja, ik lag pas om vier uur in. Waarom zo laat? Ik had de première van Bar, de nieuwe uh, ah, film. Dat was een goede film? Uh, ja, 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 ik vond het een hele goede film. Ja? Ja. Is het raar om te zien dat je, <laughs> <daar in en laughs> in daar... dat je hier naartoe ging? Uh, met andere mannen zit te zoenen, of staat te zoenen, of hoe je het ook wil noemen? Ik zou je heel nonchalant op willen antwoorden, maar heel eerlijk vind ik dat toch altijd wel even een dingetje hoor. Ja. ja. Nou, het ligt er ook aan met wie. Maar gisteren bijvoorbeeld, de hoofdrolspeler was dan uh, Walid bij Marek. Dus dat is die. Uh... Doet het dan dus, doet het niet zoveel pijn. Nou, hij speelt ook een mokkro-mafia, ja, weet je ja, wel? Ja, die grote. Ja, die hele ja, grote. En ja, ja. <laughs> ja, dan zit je af en toe wel te En dan heb je ook tegen hem gezegd: hé, hey, goed gespeeld, man, of niet? Ja, nee, maar hij, hij is echt een hele aardige gozer. Ja, We ja. zijn ook met hem naar Parijs gaan doen voor die pair. Uh, en hij is gewoon echt een hele leuke gozer. Hij gaat, um... hij gaat met de zus van Hint. Ja, klopt. Ja. ja. Oh? En zijn vrouw die heeft mij weer dansles gegeven voor op tien jaar geleden toen ik ging trouwen. Echt? Ja. Zijn vrouw? Ja, ja want die is uh, gooiograaf natuurlijk. Ja. Oh, wat grappig. Dus jij kent hem ook? Ja. Ah. Super harde ja, relaxed. En dan kiel. doet het wat minder met je ja. dan dat je. Nou ja, ik ga geen namen noemen. Waarom maar heb jij de AD meegenomen? Ja, ik dacht, dan gaan we even een wat meer uh, journalistiekere uitstraling voor, uh, voor tafel hier. Oké. Okay. En ik uh, dacht ja je zit of zo, dat deze podcast naar de AD gaat of zo. Of wat? Nee, ik wil, ik wil gewoon even, even. Oh, ik heb nog meer te bieden, Barbara. Oh ah, ja. Even voor de kijkers voor YouTube. Ja. Voor wat trots. Ja, mooie foto. Huh? Maar ben je dan wel trots na zo'n première? Ja, ja ontzettend. ontzettend. Ja, dat heeft heel goed gedaan. Maar goed. Door naar daar Formule luisteren 1. mensen niet voor, die luisteren voor de Formule 1. Ja. Uh, jij, was, uh, jij was bij Viaplay? Ja, vrijdag. En uh, je wordt gebeld. Ja. Ruud, Ruud. Ja. nee, uh, ik was vrijdag natuurlijk bij die kwalificatie. Ja. Um, en uiteraard uh, zondag, zaterdag uh, mocht ik lekker thuis blijven. Ja, nou, laten we laten we even bij uh, de start sowieso beginnen van de race. Ja, van de hoofdrace, wil je eerst ja, beginnen bij de, vrijdag van de kwalificatie. Ja, dat ik. Vind, ik vond die race, ik vond te mooi om even niet mee te beginnen, toch? Ja, die start, ja, het, het, het is het is mooi om te zien. Uh, eigenlijk is het natuurlijk, hey, om even terug te komen naar vrijdag was natuurlijk al best wel een bizarre kwalificatie hoe dat ging. Ja. En vooral uh, dat ze eerst zei van we, we stellen hem 15 minuten uit. Uh, vervolgens omdat de rotzooi op de baan komt. Mm -hmm. Die gasten hadden natuurlijk al lang gezien dat het weer om ging slagen. Ja. En dat ze natuurlijk zaten te wachten op dat het keihard ging regenen. Nou goed, ze dus waren eigenlijk natuurlijk net vijf minuten te vroeg. Maar die laatste run voor die top 10, iedereen vroeg naar buiten. Iedereen had eigenlijk maar één rondje. Uh, een paar verneukten het. Maar een paar die was ook echt wel mega scherp. En daar kan je eentje, eentje van zeggen. Max Stappen was natuurlijk superieur. Mm. Ondanks dat hij te klaar dat hij geen grip had, dat hij alle kanten opvloog. Leclerc was superieur. En Lance Stroll. Dat vond ik echt ongelooflijk om te zien. We hebben natuurlijk die best wel vaak afgekraakt. We hebben heel vaak gezegd: ja, het kan nog niet, hij moet lekker uh, gaan, uh, gaan, uh, op vakantie gaan. En vervolgens. Uh, oh, dat was voor nog de van de week voor jou. Zeker, en genieten van, van, van zijn leven. Maar hier liet hij toch wel weer zien dat hij toch een kwaliteit heeft en dat het de grootste is die als weeromstandigheden gaan veranderen mm -hmm. echt serieus goed is. Ja, en, en, en sowieso de Aston martins hè, die, uh... Ja, alleen dan vervolgens sta je dan, uh, eh, nadat de Claire natuurlijk wegviel in de openingsronde naar de crit toe, sta je natuurlijk twee en drie op de crit. Ja. Uh, sowieso apart, want ze gingen natuurlijk allebei zo staan in plaats van recht. Ik bedoel, dan ga je al omhoog met zo'n start natuurlijk. Wat want de start gaat omhoog, dus het circuit loopt omhoog. Dus ja. als jij je auto neerzet op de startgrid, moet je de rem erop houden. Als je het niet doet, dan rol je naar achter. Oh ja? Ja, dus dat, eigenlijk is dat bij dit circuit het ergste, omdat het circuit zeg maar echt best wel omhoog gaat. Uh, je hebt een klein beetje in Spa-Francorchamps. Uh, een klein beetje als je vooraan start in Austin. heb je ja, dat ook het zeggen, nog Maar hier is het echt best, wel, echt best wel stijl. Dus als je aankomt op de grid, rem erop. En dan moet je vervolgens met je koppeling je bite point zien te vinden. Je bite point, zeg maar, wanneer de eh, koppeling gaat en wanneer je weg kan rijden. En je moet dus en remmen en de koppeling opzoeken, die andere koppeling helemaal terug. En dan moet je, als je richt, licht uitgaat, moet je direct van de rem afkomen, je eerste koppelingpedaal los en de tweede koppelingpedaal los. Dus dat is best wel veel acties dat je moet doen. Maar als je de rem dus niet los gaat, dan kan hij zomaar afslaan. Dus je zag ook, ten eerste vond ik dat die Aston Martins zo stonden, was al heel erg stom. Want je moet gewoon recht ja, staan. Ja, voor, voor de luisteraars, hè, want dit is voor YouTube natuurlijk wel. Maar jij, ja. jij wijst met je handen naar, uh, naar, binnen. naar binnen. Dus ze ja, stonden met z'n naar binnen Ja, toe. dus ze moeten echt gewoon recht staan, want je gaat sowieso omhoog. Maar als je ja. zo staat, dan heb je natuurlijk veel meer scrub. Scrub. Uh, dus dat je tijd verliest als je omhoog rijdt. Ja. En daarnaast uh, hadden ze gewoon een dramatische start. En uh, dan vervolgens zag je dat... Wel weer mooi was dat Norris echt een mega start had. Die ging gewoon vijf, zes na twee. Ja, maar ik denk dat het ook echt kwam really door die dramatische start van de Aston Martin. Ja, weet ik. Maar alsnog ging die wel Hamilton voorbij. En dan ging die twee Aston Martin ja, nee, voorbij. Dus hij lag in één keer tweede. Ja. Alleen wat daar, daarachter natuurlijk gebeurde met uh, Hulkenberg, Magnussen en Albon. Ja, dat was gewoon een beetje... Uh, maar er is toch gewoon uh, een... een uh, race incident. Uh, ja, toch? Ja, zeker. Ja. Alleen, kijk, Hulkenberg had gewoon een hele slechte start. Dus die Magnussen komt opzij. Albon had echt een super start. Ik denk, ik ga rechtsbuiten om. Mm -hmm. Alleen als dan vervolgens jij in het midden zit en je krijgt een keer twee auto's die naar jou toe kruipen, ja, wat ga je doen? Noors hebben we dat ook zien doen natuurlijk in, uh, in, uh, in Mexico. Die ging op geen van zijn gas af. Ja. En, en die ook van, kut, ik heb slechte start. Ik ga ook van mijn gas af. Ja. Alleen vervolgens raakt hij dus de achterwiel van Albon. Die gaat natuurlijk woop, linksaf. Zo mag ze zijn uh, in. Uh, ja, die gaan natuurlijk met z'n tweeën eraf. Die Hulkenberg rijdt nog een keer over een band en Die konden vervolgens uitrijden. Maar het was best wel een hoorlijk, behoorlijk klap. En die auto van Williams, die was, die was echt los Ja, dat die, uh, maar dat, dat, dat zei Nelson: zei dat omdat ze daar nog van die oude banden gebruiken in de bandenstapel of zo. Dat als die uh, erin gaat, dat je hem ook echt helemaal kwijt bent. Hmm. Ja, ik bedoel, die hebben al heel veel schade gehad met, met, met die Sergeant dit jaar. <laughs> en dan komt hier nog een keer een paar ton bij. En dan een goede race. Die Alban. Nee, Sarge. Oh. <laughs> Goede start. Dus hij hij, is. ja. ja. Uh, sowieso over start gesproken. Uh, Leclerc die, die kwam geen eens aan de start. Wat, wat, wat was dat? Hydraulische problemen. Ja, maar ik vond het heel raar, ja, de camera die greep hem niet helemaal. Maar je ziet hem op een gegeven moment in de Formation Lab zie hem rijden. En het lijkt wel alsof hij zijn. zijn... Nou, de hydraulische problemen, daar, daar zit natuurlijk uh, zoveel stuurbekrachtiging, uh, Aandrijving. Uh, alle sensoren. Dus als dat vervolgens in één keer wegvalt... Maar hoe kan dat wegvallen? Ja, dat kan. Dat. Ik bedoel, het is gewoon een technische sport. Soms dat, dan heb je dat in één keer. Dat, maar wa dat... wat... wat, wat uh, zeg maar even ja, maar je denk voorle... hydraulisch dat... dat, 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 dat... Dus je, je, hebt, je hebt power steering, je mm -hmm. hebt stuurbekrachtiging, hetzelfde als dat je in een auto hebt. Maar dan moet je mm -hmm. nagaan dat je in één keer de stop, stopcontact uitzet en je hebt geen stuurbekrachtiging nee, nee, meer. Ja, nee, ik heb geen stuurbekrachtiging. Nou ja, oké, okay. dus <laughs> jij, jij, jij hebt sterke armen, maar, maar dan moet je nagaan dat je midden in de bocht zit. Vervolgens ja. krijg je in één keer dat alles uitvalt, dan heb je geen stuurbekrachtiging. Dus oh, ben je al aan het sturen van fuck, wat gebeurt er? En dan in één keer slaat die achterkant om, omdat er in één keer iets vastslaat ja dat is ontzettend zonde bedoel, die Goos had een goede kwalificatie je denkt van nou ik ga uh, Max een beetje aanvallen in bocht één en dan kom je nog ineens naar de startkit was het wel echt leuk geweest denk ik uh, ja we hadden het ook nooit ook. vol kunnen halen want heel eerlijk die Ferrari was leuk over één ronde maar in de race was natuurlijk een drama ja Science is ook zesde uh, geworden uiteindelijk ja, was natuurlijk helemaal ruk maar voor Leclerc Leclerc die zei ook van uh, I'm, I'm so fucking unlucky I'm so fucking unlucky over die abort, uh, radio. was dat een beetje gedramatiseerd of of hey, tuurlijk niet maar hoe hij dat zo zei, was het. Ja, maar hij is toch ook unlucky. alles, alles gaat ja. mis. Ik bedoel, wij hebben op op sessie gereden. En vervolgens helemaal niks of, of geen één race gewonnen. En Steven nee. had natuurlijk één race gewonnen. Ja, nou, de rest een... red boel. Of Max stappen dan. Maar. <laughs> ja, 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 het is natuurlijk wel echt kloten. Want dan sta je een keer goed voor. Dan haal je de startkit nog een keer. Nee, je zag ook die kop van Fasseur. Die was echt. Uh... Op zijn Frans zag Ja, ja. ja. Putain de merde. Nou, een, beetje, Kijk, uh, een beetje leeg bijna. Verslagen, snap je? Dat, ja, je ook... van... Nu jij er nu bij zit. <laughs> <Ja. laughs> Beetje je leger verslagen. Ja, het was vorige week. Ja, zo. Dat was uh, ook niet. Nee, maar omdat, omdat, ja, jij kent die man. Uh, jij hebt in het begin van het seizoen gezegd, nou, die kan er wel voor verandering gaan zorgen. Is dat een traject dat langer uh, duurt dan één seizoen? Of ja, of... zeker. Maar je ziet wel dat. Uh, mm, strategisch hebben ze het beter voor elkaar in de race. Maak niet meer van die rare, stomme fouten. Uh -huh. De communicatie naar de rijders toe is beter. Uh, van engineer naar rijden dan. Uh, intern hebben ze best wel wat stappen gemaakt. Wat dan? Met de pitstops zijn ze nou, schon geworden. Maar die waren ook wel slecht. Ja. Uh, dus ja, je ziet nog niet heel veel terugkomen op het circuit. Maar ik denk dat er intern best wel veel dingen zijn veranderd. En dat die dan constant heb stap... nee, stapjes moeten maken. En je als je als teambaas in één keer nieuw komt in zo'n team, dat kost gewoon tijd. En hij moet gewoon ergens een top of ergens vandaan halen. Hij is natuurlijk uh, echt lang bezig geweest met de technische directeur van, van Red Bull. Die heeft het natuurlijk niet naar binnen gekregen. Uh, maar dat was natuurlijk wel echt een hele goede geweest. Als hij die naar binnen had kunnen halen. Ja. Dus ik hoop volgend jaar, en eh, ik heb Fred heel kort gesproken even in Austin, die zei ook van ja, we zijn nu al bezig met de auto van volgend jaar. Mag kopen. Uh, en, en ja, dan, moet er, dan moeten ze echt een stap gaan maken. Want als hij volgend jaar geen stap maakt, ja, dan, uh, dan is het zomaar ook weer over voor hem. Ja, gaat dat dan... Uh... Nou ja, ik denk dat hij wel een goede positie heeft. Hij is natuurlijk gehaald daar zo. Ik denk dat hij wel voor de lange termijn uh, een goede keel is. Alleen hij moet wel presteren. En als je niet presteert, ja, hetzelfde zelfs bij jou, ja dan word je ook uh, <laughs> het... op een gegeven moment vervangen. <laughs> zo, is dit een dreigement? Ah, nee, nee, geentje. Zo. <laughs> ik mag toch geentje, man. Even Renger van de San of Robert Dornbos bellen na afloop. Uh, <laughs> ja, dat is wel gezellig. En um, uh... <lacht> <lacht> Ja, het is gewoon ook een, een slechtere timing zo op dinsdag. Ja, jongen maakt niet uit. Als je volgende week maar heel scherp bent. Heb je volgende week geen. Uh, geen uh... Nee, volgende week wordt uh, okay. helemaal scherp. Nog even terug naar de algemene start dan. Dat, uh, uh, ik moest nog denken aan die uh, Justin Wilson, die ooit die band op zijn hoofd heeft gekregen. Hm? Bij uh, Ricciardo, die uh, net uh, ontweek. Maar, um, maar ook Gasly, die zei over Ocon, van hé, hey, uh, hij kijkt wel in zijn spiegels. Uh, had je dat meegekregen? Iemand of iemand, Heel passief-agressief zei hij van... Uh, volgens mij is er iemand die niet in zijn spiegels kijkt. Nee, heb ik niet gehoord. Ja. Uh, zei Gasly en Ocon, toen dacht ik... Dat is weinig uh, team. Maar misschien... Kijk, op een gegeven moment lag Ocon ervoor... omdat hij een eerdere stop had gehad. Toen kwam Gasly er weer achter... en heeft Ocon hem heeft midden in de race voorbij gelaten. Misschien heb je daarmee te maken. Of was het echt met start dat je bedoelt? Nee, volgens mij was het echt met start, ja. ja geen idee. Over maar... Gasly gesproken, super race gereden. Ja. Echt... Ik kan alles wat je uh, van hem zeggen. Uh, het was natuurlijk aan het begin dat je toch, toch wel hè, iets had van, oké, okay, hij zit bij een nieuw team. het kost even tijd. Maar na de zomerstop, super gepresteerd. Heb je hebt natuurlijk mm -hmm. die, die podium gehaald nou, in, uh, in Zandvoort? Nou, dat was natuurlijk een mooie, uh, mooie prestatie. Vooral ook voor de eerste keer met dat team op podium. Maar daarnaast ook constant voor Ocon. Constant in de race sneller. Constant uh, troeft hij hem af in de kwalificatie. Ja, ik vind ook van, van uh, afgelopen weekend. Super race gereden. Tuurlijk, we hebben hem niet echt helemaal gezien. Nee. Maar gewoon goede punten behaald weer voor het team. En, uh, het ja, is sowieso en... een beetje een, een kleurloos team, hè? Alpine. Ja, blauw. <laughs> ja, maar ook gewoon qua, qua prestaties. En... Ja, het is een beetje een middle of nowhere. Maar en ik vind, vind ook, vind ook ik wel zo'n irritant gozer. Ja, ja ik dat snap, zeg maar. Ik, snap wat ik wat je vind bedoelt. echt, joh. Die, 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 die gozer die zit zo in mijn irritatie zo. Maar heb je die crash gezien met Alonso? Ja, maar je ik, ik, ziet toch in de eerste replay op zijn boordcamera al dat het de fout van Ocon is. 100%. Maar ik snap niet dat dat nog een discussie werd. Nou, dat werd bij Viafleen een discussie tussen Albers en uh, Coronel. Ik weet niet of je dat gezien Nee, wat dan? Ja, dat was zo grappig. Die mochten allebei uitleggen wie, wie er dan gelijk had. Maar ja, ik vond dat Chris volledig gelijk wie had. Uh, maar zei de, de Coronel dat het fout van Lonsen was? Ja, dat Lons naar links toe stuurde. En die had gewoon aan de buitenkant <kijkt> moeten blijven. Maar uiteindelijk, het begint natuurlijk bij Ocon. Ocon, Ocon die komt die bocht uit. Die maakt een sweeper. Ja. Dus die heeft overstuur. Vervolgens gaat die auto die gaat dan rechtsaf. En die moet dan weer naar links sturen ja. als de bocht naar links toe gaat. En dan vervolgens zit Alonso daar. Oké, okay, misschien is de wrong timing uh, ook wel te maken. Alleen het begint bij Ocon. Want Ocon gaat te ver op het gas. Die heeft die overstuurmoment. Die maakt een fout. En daardoor uh, rijdt hij vol bij Alonso erin. Maar heb je, heb je de video vanaf de grandstand gezien? Ja, daar, daar, daar zag je, je gewoon dat Ocon's ja. echt fout was. Dus ja, ik vond dat stom. En dan gaat hij vervolgens op de radio zeggen. Ja, het is een fout of Alonso. Alonso. Ja, kom aan man. Wat de. fout. Ja, maar waarom doen jullie coureurs dat toch altijd? Ja, dat is echt. Jij, jij, had had... Ook, jij had er ook een handje van, hoor. Hoezo? Om, om aan teamgenoten, zeg maar, nee, op de board ja, radio. Het hey, de laatste idiot, jaar. Push me aside. And... De laatste tien jaar, heb ik altijd gezegd, als ik een fout maak, maak ik fout. En dat hoort er gewoon bij. En ik vind, en ik vind ook gewoon dat je het beter uh, eerlijk kan zeggen. Want iedereen ziet de beelden, iedereen hoort de onboard ja, ja. Iedereen gaat dan zeggen: Wil je even koekenbak? Al ons helemaal niks. Jij was degene die fout Maar was. is dat de hier of de moment? Dat me ook voor. Dat je met als je met 280 in de bandenstapel. Uh, ja, uh, ja, maar ja, goed. Ook kon, uh, heeft denk ik nog wel best wel een, een hoge temper. Uh, maar ja. Ik vond nogmaals dat hij gewoon helemaal fout zat. Ja, de, de, maar de teamgenoten die sowieso ging niet helemaal lekker Hamilton en Russell ook. Ja, aan het begin van de race. Ja, ja het, 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 hij dat... zei. Hij zei weer. dan ga ik even door, want ik vind het ook onirritant. Maar ik vind Russell echt. Zoals Barbara zei, van ik vind het een heel vervelend mannetje. dan moet je ver gaan met Barbara. Maar dat weer dat beste jongetje van de gedoe. Weer dat. Are you raising each maar ja, misschien is dat wel gewoon zijn karakter, dat het gewoon een hele lieve jongen en aardig keel is. Lief? Ik vind het zelfs schijnheilig man. Ja, ik of, of interpreteer ik hem helemaal verkeerd? Ja, ik, ik denk het wel. Ja, ja? ja. Ik, ik, ja nogmaals, kijk, uh, m, sommige momenten was hij sneller dan Hamilton, maar toen Hamilton wit hoorde, ik kreeg, okay, je moet iets harder pushen, dan reed hij ook wel weer weg. Mm -hmm. uh, ja, kijk, heel eerlijk, lang verhaal kort, Mercedes heeft gewoon echt een dramatisch, dramatisch weekend gehad. Echt dramatisch. Want ja, het was gewoon bar en bar slecht. Want ja. als je afgelopen jaar keek, waar ze natuurlijk in die race 1 en 2 werden, super weekend gehad, Russen gewonnen, auto die ze op orde hadden, maar heel eerlijk ook in die sprintrace, die degradatie van Hamilton, maal, man, man, was ze slecht. Bar, alle slechte race heeft die gozer gegeven. Ja, maar hoe, hoe ligt dat puur aan de coureur dan, die bandendegradatie? Nee, of? is gewoon een setup. Kijk, ze hebben natuurlijk. Een paar, een paar races geleden hebben ze een nieuwe vloer meegenomen. Ja. Nou, die vloer die heeft dus best wel gewerkt in Austin, waar natuurlijk Hamilton echt serieus snel was. Echt gediskwalificeerd werd. Uh, was omdat ze te laag stonden. Toen door naar uh, Mexico, daar was hij ook heel erg snel. Maar dan denk je van, die auto is goed op orde. die moet naar Brazilië gaan. Het is een circuit wat helemaal on onwijs goed ligt. Daarnaast is het een, een uh, circuit wat, wat die Mercedes goed liggen. En dan heb je één vrije training, denk je van, wow, ze staan er redelijk bij, kwalificatie, wow, ze komen wel uh, oké okay door in de race omdat ze altijd goed zijn op de banden. Mm. Die waren bij far de slechtste. Ja, dan heb je het gewoon totaal niet op, op orde. Nee, maar ik vind dat wel, wel apart, zeker met een Hamilton, waarvan je zou kunnen zeggen van, nou die weet hoe je een setup voor een auto in elkaar zet. Ja, dit weekend niet. Nee, nee dat was niet het beste. <laughs> ik moest wel lachen, de Total Wolf die noemde het het ergste uh, Formule 1 weekend. Uh, een beetje leven. Ja, maar dit heb ik hem al echt serieus gegeven. Nee, ja, jaar. nee, maar ik denk dat dit ook wel, dat hij dat dit nu wel serieus meent. Omdat je weet van, oké, okay, afgelopen jaar waren wij eigenlijk als Mercedes-team het snelste, altijd het beste voor elkaar. Vervolgens kom je daar met high expectations. Dan denk je van, nou jongens, we gaan weer 1-2 worden of hier op het podium staan. En dan, word je, dan val je één auto, auto uit en die andere was helemaal in de middle of nowhere. Ja. Maar, heeft toch al, ja, maar hij heeft dit toch al drie keer gezegd? Ja, maar ja, hij, hij blijft waarschijnlijk zeggen. En hij ja, heeft ja. zelfs een interview gezegd van... Oh, nog twee races in deze auto dan ben ik helemaal klaar mee. Ik hoef nooit in deze auto te zitten. Oh, echt? Ja. Maar zijn dat hints of gewoon... Hij doelt hij gewoon op de auto van volgend jaar natuurlijk, Nee, ja, hij, 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 hij doelt op de auto van dit jaar dat iedereen er klaar mee is. Ja, precies. Maar niet met... Het, <laughs> ja, maar niet, niet met... Gaat even moeilijker maken voor me. Ja. Maar geen... Uh, nee, geen, uh, geen teamwissel. Uh, nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, nee. Ik vond wel... Natuurlijk, hij, hij staat ook achter jou. Alonso Pres. Daar gaan we zo meteen even over hebben. Want ik wil eigenlijk toch wel eerst even naar Max Stappen toe gaan. Want het is natuurlijk ongekend wat die gozer gepresteerd heeft tot nu toe. Mm -hmm. En eh, iedereen denkt van ja, die Stappen wint weer voor de zeventiende keer. En het, is, eh, het begint een beetje saai te worden. en het, 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 het is allemaal normaal. Maar het is eigenlijk gewoon helemaal niet normaal. Want het is natuurlijk ongekend wat we hier nu meemaken. Voor de derde keer wereldkampioen achter elkaar. Vervolgens heeft hij een 77,27% overwinningspercentage. Dat is hoger dan ooit dat de van Ascari in 1952. 1952 van ja. 75%. Maar dit is, is niemand niet normaal. Bedoel Hoeveel races waren er toen? Weet je? Ja, niet zoveel als nu. Maar uh, volgens mij heeft hij toen... Uh, maar het is en, alleen maar knapper dus. Wat, wat, wat Max nu laat zien... Ja is niet normaal, echt. Ik bedoel, ik, ik vind het zo knap en ik heb er echt zoveel respect voor. En ook als je die interview zag, bij later bij bij, bij Gio, hè, waar die natuurlijk ook op op scherm zat te kijken naar uh, naar dat gevecht tussen zijn teamgenoot en Alonso, mm. waar die natuurlijk de laatste ronde bijna een botsie eraf ging. Oh, ja, moet Dat is zo mooi. Je dat dan ziet in zijn ogen dat hij eigenlijk zoveel overmacht heeft. Het gat is acht seconden. Hij zit lekker in zijn laatste ronde en doet zijn ding. Maar het is gewoon. Zo onder controle. Hij weet precies hoe hij met zijn banden om moet gaan. Hij weet precies wat hij moet doen in de race. Er is zoveel vertrouwen. Hij uh, kan uh, aardige dit... mopjes zingen nog. Hij kan nog een ja. mopje zingen, ja. ja ik vond het ook nog wel mooi. Het ja, dit, dit, dit is niet normaal, man. Dit is, uh, we staan er eigenlijk niet helemaal bij stil. Nou, ik, ik denk dat we er wel bij stil staan. En dat, en dat klinkt misschien een beetje... Uh, uh, ik bedoel het juist positief, maar... Je kan er eigenlijk helemaal niet veel meer over zeggen omdat nou, het zo nee, maar omdat het zo constant is, snap je? Het is gewoon een machine. Kijk, het is helemaal niet van. Uh, omdat het elke week eigenlijk gewoon weer normaler wordt. Ik bedoel, we openen er geen eens meer mee. Nee. Is... nee, maar daarom. Ik vind het wel, wel even dat we erover moeten hebben. En uh, ik, ja, ik vind het gewoon ontzettend knap wat hij laat zien en constant. Maar. Uh, zo op die manier kunnen presteren geen fouten maken ook in de kwalificatie, in die sprintrace goede starts hij laat niks, 0,0 aan iets over en maar hij heeft wel eigenlijk een lange tijd geen gevecht meer gehad echt, echt een gevecht Norris komt eraan, die zag ook aan het begin van ja. de race even één keer aanvallen ja. uh, uh, die toen dacht... daarna viel hij gelijk terug omdat hij dacht van die shit, dacht als Black ik nu te veel push dan zit ik niet meer goed uh, met mijn banden aan einde van de race, ja. tenminste op, op die stint dan maar die komt wel aan. Het zal natuurlijk wel geweldig zijn als McLaren volgend jaar ook nog een stap kan maken met de auto. En iets dichterbij Max kan komen. Want dan zou je natuurlijk wel echt een mooi gevecht tussen die twee krijgen. En Is da dat iets wat je, wat, wat je nou niet verleerd raakt, maar uh, misschien de scherpte in kan missen? Als we dan uh, iets hebben van Max dat... je maar... de afgelopen paar races ziet ook dat gevecht met Norris. Hoe die er weer voorbij gaat. En... Uh, ja, dat verleer je niet. Ja, maar aan de andere kant, als je zoveel vertrouwen hebt, dan lukt alles. Ja. En, en, en dat hebben allebei de coureurs wel. Alleen Max waarschijnlijk nog net iets meer dan Norris. Want Norris heeft nog steeds geen race gewonnen. Um, dus ja, weet je, die, 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 die zit erop te wachten op die overwinning. Nee, maar snap je wat, een beetje wat ik bedoel? Hij heeft te... trouwens hetzelfde record als Nick Heidveld. Hè? Volgens mij 13 podiums zonder overwinning ja ik ken dat uh, ik ken dat, uh, dat is een, maar volgens mij ja wat was het nou ik heb daar een keer uh, ja 13 overwinningen zonder podium zonder overwinning ja Excuse precies me. ja 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 Oekenberg, Oekenberg heeft 200 Grand Prix 201 Grand Prix zonder podium ja ik heb de 19 zonder podium maar... ik wil dat niet zeggen <laughs> ja ik zat er uh, ah, ja, ja, yeah. je mag het zeggen <laughs> ik heb er nul zonder podium en die Max kan zo meteen gewoon net zoveel overwinningen hebben in één seizoen als ik in zijn Formule 1 seizoen heb gereden ja dat is toch leip eh? dat is fucking leip ja Ah, echt lui. Maar goed, terug te komen. Heel even <laughs> kort nog over Norris. Uh, super weekend toch al je Pol behaald ook uh, voor die sprintrace. Niet de beste start. Volgens nou, prima race gereden. Dan zie je dan eh, dat hij van plek 6 mag starten voor die hoofdrace. Ik vind dat wel mooi dat je zei ook van nou luister, ik heb echt in die avond moeten werken om een betere start voor elkaar te krijgen. <coughs> yeah. En dan zie je maar in één keer van plek 5, 6. Nou goed, whatever wat je er ook van wil, omdat het Klerk natuurlijk wegviel. Dat hij in één keer naar twee gaat. Dat je ziet van, fuck, hij heeft wel gelijk stapje gemaakt. Die gewoon is constant bezig beter te worden, sneller te worden. Helpt dat trouwens als je niemand voor je hebt bij de start? Klinkt misschien logisch. Nee, maar... hij haalt, haalt wel iemand voor zich. Hij haalt natuurlijk een Samar awesome voor zich, omdat hij 16 was. Oh, natuurlijk, ja, ja, ja. ja uh, maar voor, voor een, uh, wat was het, Strol dan? Of uh, Lons was dat dan? Ja, nee, ja, pff, maakt niet uit. Nee? maakt geen zak uit. Maar in, ik vind het wel mooi dat, dat die Norris wel echt, die komt eraan. Die ja. komt echt aan. Ja, ah, en, en sowieso hè, als je kijkt ook naar um, uh, de ontwikkeling bij McLaren, dat is wel echt een team waar we volgend jaar misschien wel van kunnen zeggen, hé, hey, de Red Bull in de McLaren, dat, dat gaat een leuk ja, Ik zou het geweldig vinden en ik hoop dat ze echt dan wel een stap kunnen maken in de winter met een nieuwe auto volgend jaar. Ik denk wel dat Max het ook zelf leuk vindt, toch? Tuurlijk. Ja. tuurlijk. En, en, voor, en, en nogmaals, het, ik denk dat Norris het ook leuk zou vinden en Piastro het ook leuk zou vinden. En, en jij zei het over Strollen natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja. Uh, over strol. We het er al lang gehad, man. Nee, jij zei net over strol, maar kon ze niet afmaken. Oh. We zijn vaak negatief over hem. Zijn we ook over Peres vaak? Ja. <coughs> maar die was nu ook. Uh... on fire. Ja. Goeie reeds uh, moest natuurlijk van plek 9 komen. Ik vond serieus echt, echt een, een sowieso... Het laatste stuk met Alonso en Perez is natuurlijk geweldig dat is om leeg te, te zien. Maar, uh... Ik vond wel trouwens dat, dat de commentator van Play. Ik ben ook wel eens positief, maar die, die vulde het de hele tijd in. Want ik zei, hij, heeft nog, hij zit op 0.4. Ja. Hij uh, heeft nog twee DRS-zones. Dan zeiden ah oh, wat jammer voor Alonso dat hij hier het podium mist. Ik dacht, nee, die gaat hij nog 100% pakken. Ah, ja, zeker. Maar om oh, ik terug te komen, Perez... Geweldige race. Goede interacties. Uh, een paar keer ook echt gewoon serieus tussen gezet. Wat, wat bijna net niet kon in bocht ja. vier. Uh, hij was gewoon wel weer on oh, sure. Dat cheeky. Zacht, cheeky ja, cheeky hij was weer cheeky. Ja, inderdaad. Maar ik, vond dat, ik vind het dan wel mooi om te zien. Dat hij toch wel iets het vertrouwen weer een beetje terugkrijgt. Toch wel weer één met die auto begint te worden. Uh, beetje laat. Was, ja, een <lacht> Beetje <lacht> laat. Aan de andere kant. Je moet nog niet vergeten. Hij staat nog steeds tweede in de kampioenschap. Nee, er is dan, niks aan de hand. Als hij gewoon de laatste twee races uit, uitrijdt. Dan wordt hij gewoon tweede. Ja. Dus hem is dat prima, dan dat, dat moet hij ook met die auto worden. Maar het is wel lekker dat je dit soort dingen kan laten zien. Zeker, toch? en natuurlijk, en hij had misschien niet de pace van, van een Verstappen, maar aan de andere kant, hij wel echt een hele mooie inhaar laten zien. Ja. En, en dan zie je toch wel weer dat zo'n Perez toch wel die kwaliteit heeft. Ja. Ondanks dat hij natuurlijk een beetje gepiepeld werd door uh, Alonso. Want heel eerlijk, in de laatste ronde, als je dan tweede ligt en je wordt ingehaald, ja, dat, dat, dat dan ben je toch eigenlijk, Sukkel, die laatste ronde ingehaald. Worden. Toch nog negatief afsluiten Nee, maar ik vind echt, als rijden zijn, en natuurlijk je hebt de DRS-zone, en natuurlijk je kan er niks aan doen dat je op dat moment ingehaald wordt. Maar wat gaat er? Hij begint bij bocht 1. Komt bedoel Je ziet die Alonso zien aankomen. Ja, ja, hij komt in de DRS-zone. Hij rijdt er naartoe. Check die gaat naar binnen in bocht 1. Die denkt van, shit, ik moet hem uh, blokken, want anders mm -hmm. gaat hij er binnen door voorbij. Maar vervolgens wat hij doet, schiet hij recht door in bocht 1. Dus hij mist de apex. Vervolgens zit hij helemaal verkeerd gepositioneerd voor bocht 2. Komt bocht 2 niet uit. Wat heb je daar? Een DRS zone. Wat heb je dan? Een superslim Alonso. Die volledig zijn batterij open heeft gezet. Al zijn power gebruikt die hij heeft. En die gaat er voorbij. Want als per rest, denk ik bocht 1 wel zijn apex gehaald had. En die had hem beter gepositioneerd voor bocht 2. En een beter exit gehad gehaald. Dan was Alonso er nooit voorbij gekomen. Kom niet bij de tweede DRS zone? Nee. Nee? Het had te maken met die, dat, dat Checo een fout maakte bij bocht 1. Eigenlijk gewoon een klootrace voor PS. <laughs> nee, nee, zeker niet. Nee, 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 heel eerlijk. En nogmaals, ik, ik was, ik ben, ook bij 4Play was ik echt positief over hem. Hij ja. heeft een goede race gereden. Hij heeft geknokt voor wat hij waard was. Maar je mag je ook nog een puntje van kritiek geven. Die bocht 1, als hij die 1-pick had, dan was hij 100% derde geworden. Maar goed, los verhaal daarvan uh, vind ik het natuurlijk wel mooi dat Alonso op het podium stond. is toch niet normaal? En hij heeft ervoor bedoel, geknokt. Hij heeft ervoor, uh, voor... deze man reed Formule 1 toen jij wereldkampioen kaart werd. Ja, hij klopt ja. Dat is wel bizar. Ja. Ja. Tering, 20 jaar. Ja. ja, dat is wel heel lang. Dat is heel lang. Maar dan nog zie je gewoon dat hij heel veel kwaliteit heeft. En ik vind het mooi om te zien dat hij natuurlijk ook een hele andere lijnen reed. Ja. Um, ik ja, denk wie... overigens wel achteraf dat het te maken heeft met de auto. Omdat die auto in medium tot langzame bochten. Niet heel veel rolspeed mee kan nemen. Dus het betekent als die auto uh, hem heel hard erin laat rollen, dat die auto niet goed uh, uh, zeg maar door zijn bocht heen komt. Dus als je daardoor hogere lijnen rijdt, dus je zet die auto eerder recht. En dan zeg maar op gras gaat, dan heeft hij hele goede tractie. En dat is zeg maar de kracht van die auto. Dus daarom zie je Alonso automatisch die andere Norse lijnen Norris rijdt ook een beetje zo, toch? Ja, Norris, maar die kan wel minimum speed meenemen, omdat die auto in het midden van de bocht best wel oké okay is. Alleen de SM Martin hebben natuurlijk afgelopen races dus heel veel gekloot. met mm -hmm. allemaal die nieuwe updates, allemaal die nieuwe vloeren, uh, sidepods, achtervleugel. En nu hebben ze een soort mix gemaakt van die update tussen de oude en de nieuwe. En het werkt best wel oké okay, want anders gaat die anders kan je natuurlijk niet derde worden en Stroll werd vijfde mm -hmm. um, maar ze moeten om het probleem heen rijden en dat zie je gewoon echt wel de lijnen die die rijdt dus dat die veel meer focus op de exit van de bocht omdat ze daar gewoon echt een hele goede tractie hebben in plaats van het minimum speed die je wil gebruiken in de bocht dat zag je ook heel goed op die boordcamera's dat is eigenlijk constant totaal andere, uh, constant en dat, en dat heeft echt maar... te maken Alonso's al onze ook wel in willen sturen en die snelheid mee willen nemen door die bocht heen alleen als, als zo'n auto daarin op dat moment niet werkt en hij werkt wel als, als je dan op het gas gaat en goede tractie hebt dan moet je, je als rijst, rijder en uh, rijstijl eigenlijk gewoon heel erg aanpassen ja, dat is, dat is mooi om te zien dan dat is wel interessant misschien is het een beetje technisch nu maar nee, ik, vind het, ik, ik vind hoop dat vind het de mensen snappen ik vind het leuk om te horen ik had het uh, ik had het nooit zo op gelet. ik, ik wilde wel vragen zeg maar die, die lijnen van van is dat iets wat je als uh, een coureur, uh, weet ik wel, als dus ik ga karten bij corona. Nou, dan kijk je even, weet je en dan, De eerste keer kreeg je dan een gozer die zei van, nou hier, zo, zo. Nou, ja. Op een gegeven moment weet je welke lijnen je moet doen. Wijk je daar eigenlijk in je carrière wel van af? vanaf? zeker, want je moet om, uh, om de problemen heen rijden of om de auto heen rijden die je hebt. En als dat de auto dan heel erg sterk is op het moment van dat je hem rechtzet zet en... Uh, op het gas kan gaan, dat je dan een hele goede tractie heeft, ja, dan moet je zeg maar iets andere lijnen rijden, om te zorgen dat je dan het gebruik maakt van, van de exit van de bocht. En als je een auto hebt die heel veel minimum speed mee kan gebruiken, omdat dat ding super sterk aan de voorkant en de achterkant, ja, dan moet je zoveel mogelijk minimum speed meenemen. Dus het ligt er net aan wat voor auto je hebt, wat voor banden uh, je hebt, uh, uh, is de degradatie hoog, uh, moet je meer een, een ronde lijn rijden in de bocht. Mm -hmm. Of meer een V-stijl. Dus dat je hem echt diep inremt, draait en dan weer op het gas gaat. Dus het is niet zo als jij voor de tiende keer bij Interlagos komt... dat je denkt, nou, uh, deze ken ik. Nee, uh, want iedereen je hebt een andere auto. Of yeah, ja, met, met, met een uh, Caterham uh, van, uh, wat is het, uh, tien jaar geleden rijdt. Maar Om hoe was de Caterham dan? Schrikkelijk. Ja, nee, maar... <laughs> <laughs> ja, ja maar of, of dat hij nu met een LP Paniek in je ogen. Nee, maar als, je, als ik zeg maar nu oh. met die auto van lp 2 aankom... Dan, en, en sowieso met een Michelin-band... Dan zou je heel veel corner speed kunnen meenemen. Heel veel minimum speed. Mm -hmm. Maar als je daar zeg maar met een LMP2 komt en je gaat dan een keer op een Goodyear rijden. Dan weet je van shit, de, de corner speed zal niet zo hoog zijn als de Michelin. Omdat de zijkant van de band niet zo sterk is. Dus dan zal je... Even rustig gaan. Die, die... Dus dan zal je meer een V-stijl moeten rijden. Dus dan rem je de bocht in, dan draai je hem en dan voeg je op het gas. Maar heeft dat al zo'n verschil? Een, een... een band? Ja, ja mega. Als jij nu... Maar Goodyear en Michelin, yes. dus, dus stel je voor jij zou... Maar ook op de auto. Ja, juist. Dus ik uh, stel je voor, de staat daar een... Zo'n uh, auto heeft dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar een raceauto is nee, een nee, echt Nee, dus grob. ik wil zeggen, stel je voor, er staat er een Aston Martin klaar. Ja. Dan rijdt dat op een Goodyear volledig anders dan op volledig. een uh, Michelin. Volledig. Want? Die, die, die slijtage? Of, of Omdat elke band uh, anders is. Uh, de opbouw van zijn band, de zijkant van zijn band, de structuur van zijn band. Het rubber is anders. Uh, Michelin is, is bewezen en dat, dat weet iedereen supersterk aan... De wang de van de band, dus de ja. zijkant van de band. En daardoor kan je eigenlijk heel veel hè, bochtsnelheid meenemen. Dus heel veel rolsnelheid in een bocht. En een Goodyear, die is daar niet zo sterk in. Die is meer sterk op het moment van het laten remmen en het stoppen van de auto. En dan weer vroeg op het gas kunnen gaan, dat je goede tractie hebt. Dus daarin zijn altijd verschillende dingen. Daarom nou, was het ook, ik weet nog wel, toen we een keer met uh, Racing in Nederland toen in, Barcelona. Uh, was het? Lamar, Barcelona. Waar? We Barcelona hebben we een test gedaan ja, tussen ja, ja. twee banden, ja. Ja, ja en toen was het echt uh, s'avonds van... Uh, uh, we gaan we kiezen. Dunlop kiezen we dan. Uh, nee, tot. Michelin hebben gekozen. Mich maar er was dus Dunlop en Michelin, toch? Ja, Gucci ja. en Dunlop hetzelfde. Dat ja, oh ja, toen. Ja. En uh, toen hebben we van Michelin gekozen. Maar dat was echt nog. Echt testen en gaan ja, zitten. we ja. uh, nu te binnen natuurlijk. Ja. Van, oh ja. Want ja. ik vond het al zo Maar hetzelfde raar. als jij nu... Hè, er is natuurlijk een tijdje geleden gesproken over het feit dat Pirelli misschien de Formule 1 aan het gaat. En dat Britson eigenlijk weer terug wil komen. Mm -hmm. uh, maar ik denk zeker als Britson nu zal terugkomen, die zal de band erop zetten... Dat de handling van zo'n auto volledig anders is dan, dan, dan van, van, van die, van die Pirelli-banden. Ja? Volledig. Want toen, ja, ja, je hebt toen getest voor uh, Pirelli in een Formule 2-auto. Dan merk je ook al van nou... Ja, deze... Je krijgt sommige setbanden erop. En dan denk je van de eerste ronde juist wat de grip. Ja? En daarna krijg je een degradatie. Dan, dan, dan ben je in ronde 10 ben je alleen maar aan het harken. Oh ja, echt? Ja, ja, het is verschrikkelijk. En soms denk je van er zit helemaal geen piek in. En dan vervolgens in ronde 20 uh, rij je een uh, snelle rondetijd dan bocht, dan ronde 1 zeg maar. Ze Zijn constant aan het kijken van wat voor rubber, welke compound, de wangstructuur, de opbouw. De zijkant van de band. Dat noemen ze de wang. Oké, de binnenkant van zijn band. Gaan ze met de staal of gaan ze met de carbon werken? Ja, er zijn zoveel dingen die je met een band kan doen. Er zit echt heel veel verschil in. Ja, ik merk het. Misschien wel leuk om een keer langs te gaan bij een. Bij Pirelli. Ja, ze kunnen zo regelen. Mario is een goede vriend van mij. Die gaf ik al de tickets bij de afterparties. Wie? Mario Isola, de grote baas van Pirelli. Oh ja. Toen ja, weten we dat ik in, in Monza Zonder, of in Milano stond ik de, de DJ. Nou, dat was dan een beetje een hobby van mij met de afterparty. De Amber Nee nee nee, was bij de Just Cavalli was dat, Zo'n buitenclub. Ja ja, ik heb hem wel vaak gehoord. En dan he? heb je, sta je als DJ sta je best wel hoog. En dan zag je ineens zo'n echte Italiaan erboven springen. Hey! No. En dan zie je. Wie de fuck is dat? Die wil alleen maar springen. Dan was dat Mario, Isha, zo'n zo Ja, die natuurlijk alleen maar een paar drankjes op. Want die helemaal in de zon zat. <totstitie> ja, ik doe dit. Ja, ik dit. Ja, ik dit. Ja, dat is geweldig. Ja, you doe dit. Ja, ik doe het. Ja, geweldig. Ik denk voor de tickets. denk voor de tickets. Ze <totstitie> kwam dan net nog uit, weet je wel. Maar de grote baas van Pirelli kon Toen was het nog niet de grote baas. Nu is het de grote baas. Toen was het de tweede man. Maar ja, ik wat gelaagd met die gozer. Ja. Wat mooi, wat mooi. Ja, dat is een lekker boekje, hè? Een contactenboekje. Yeah, zeker, ja, zeker. Ja. Maar leuk verhaal. Vond, ja. vond ik leuk dat je het even vertelde. Ja, ja. Vond ik leuk. <laughs> Deze, ja, er is ook natuurlijk nog uh, uh, nieuws, uh, of nou nee, niet heel veel nieuws, maar ze gaan wel die um, uh, die hekken even controleren. Met die fans die uh, de baan opkwamen. Wat een mooi man. Ja, maar er waren nog. Uh, er waren Jat. Nee, er waren nog uh, Ouds aan het rijden. Oh. Ja. Dus. Uh, dat weet je niet. Dat ja, heb ik heb hem niet gezien. Ja, tijdens de race kwamen ze al. Uh, nee, ik joh. heb een filmpje gezien dat ze al die stuurs uh, aan de kant duwen en zo. En die hekken. Uh, ja. Ja. ja, ja de de aan de andere kant de... is het ook wel weer mooi. Ik bedoel, die Brazilianen zijn wel gepassioneerd. Je ziet gewoon iedereen uh, lol hebben. Uh, ja, dat gepassioneerd. Fantastisch. Maar, uh, uh, wat was het? Die Grand Prix van Zuid-Afrika of zo? 72. Dat die, dat die gozer uh, geraakt wordt door een uh, auto ja dat weet ik niet ik was nog niet geboren toen dus. nee ja ja gaan we deze discussie weer ja. ja jouw leven begint pas echt in 1985 ja. ja maar aan landing weet je ook niks van wat van? <laughs> ja, zeker wel maar uh, ja, maar het is toch het is de link om uh... ja dus dat is alles wel zullen ze wel 267.000 mensen ja dat is veel man ja dat is echt veel. ook de de, de het stukje van het circuit. op een gegeven moment zag je een shot zo van dat is echt een heel Um, Gedeelte bijgebouwd hadden. Met allemaal hospitality zones en van, van Heineken wat dingetjes en zo. Dat was echt heel vet om te zien. Maar het grappige is, ze laten nooit de achterkant van de laatste bocht zien. Want daar liggen natuurlijk die favela's. Ja. Laat ze nooit zien. Dus nee. qua shot zie je dat nooit. Nee, nee, Ik denk nee, dat je nee. Waarschijnlijk niet dat het mag. Hier, uh, hier zeg maar. Nee, goed. nee, hier. hier. Die, dus dit is zeg maar hierachter. Dus, dus ze laten nooit het shot zien van bocht 2, uh, uh, daar vandaan, waar het natuurlijk ook komt, crashen. Laten ze nooit het shot, zeg maar daarheen zien. Dus <laughs> omdat het ja. natuurlijk mega van Vella is, dat mag waarschijnlijk niet. Ja, vind ik eigenlijk ook wel sneu. Het is toch vet om dat te laten zien, man. Ja, oh zo, ja, ja, maar uh, politiek uh, gezien zeg maar sneu dat ze dat dan niet, oh. uh, toch? Ja, ah, ja, ik vind, ja, van mij laat maar zien maar goed. Ja, is, toch? Het natuurlijk een paar gasten die willen natuurlijk niet gezien worden daar zo. Oh zo. Ja. Oh. <laughs> Snap je hem? Ja, ja. Ja, <laughs> ja Ga je nog maar naar een, naar een naar een film toe vanavond? <laughs> Een rondkommetje. Uh, of naar het uh, gezand diamantje van de week. Ja, die heb ik gewonnen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee ik, vind, uh, uh, ik vind dat we er gewoon st uh, strenger in moeten zijn. Uit Hamilton, die heeft beter gepresteerd. Ja, precies. Maar wie was nou het gezand diamantje van de week? Hamilton? Nee, Alonso toch? Uh, ja. Of, en anders of, zelfs Norris. nog, Ja, of Norris. Of, of, of misschien nog een Gasly. Ja, maar. Nee, maar dan hebben we hem gewoon niet, vind ik. Ja, als je wat, uh, wat te verliezen <laughs> valt en jij hebt verloren, dan hebben we niks. En als ik, als ik dan verloren heb, oh, dan... Uh... Weet je hoeveel ik al heb gedaan? Ja. Maar het is toch zo, kom op. Hamilton 8, dat kan je geen... Kan je hey, geen... Yo, waar is Piastri, vind je dan? Uh, 14? Ja, plus 1 ronde. 2? 2. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, dat is toch duidelijk. Maar goed, maar laat, ik had het laat het ik vragen ik had het voor thuis. de comments dat onder niet. YouTube. Wie degene die gelijk heeft ben ik degene die gewonnen heeft omdat Hemond een achtste geworden is? Of is Joost, heeft Joost gewonnen met zijn diamantje van de week op Piastri min twee rondes? Ja, als je het zo gaat brengen. Ja! ja. Um, nou, volgende week is de redactie hier weer. Maar weet je wat het is? Het is het uh, harsen. Ja, dat jij verloren. <laughs> nee, want de YouTubers gaan uh, beslissen. De commentators. Oké, okay, dat is goed. Ja. Prima. En ik, en ik denk dat ik bij onze fans misschien nog wel even lekker een stapje voor sta. Denk je? Ja, denk het wel, ja. ja ik zal het ook nog wel lekker blijven roepen, want dan krijg je alleen maar minpunten. Nee, want het is, ik, ik denk dat uh, mensen het leuker vinden om Guido van der Garde geharst te zien worden dan Joost Hofman. Ja, Daarnaast ja. heb ik ook niks om te harsen, heel Je wil je benen? Ja, valt ook wel mee. Nou, ik heb van de week staan bed, padellen Je hebt best wel <laughs> dikke benen, heb je daar. <laughs> <laughs> Ga je nou een beetje vet shamen? Ja. Serie, ja. <laughs> wat dan? Ja, je hebt van een dikke <laughs> grote onderbenen. Ik ben twee meter twee. Ja. Ja, maar dit is qua proportions. dit. Dan heb je één keer van die hele grote noodles. <laughs> <laughs> oh, <wat stik> nou. <laughs> Helemaal onzeker. Ja. Ja. Maar goed, laten we hem afsluiten. Hoeveel was er, Padelle trouwens? Uh, 6-2, 6-3 en dan 5-5. Uh, toen naar huis. Nee. Dus ik kwam er geen op een gegeven moment we kwamen 6, er steeds beter 6-1, 6-1 en toen 6-5 en toen ging naar huis. Nee, helemaal niet. We hebben de laatste 5-5 gespeeld. 6, ik moest 5. naar huis. Ja, jij moest naar huis. Dan ja, dan maar het was niet eerlijk. Want jij speelt met die gasten al, weet ik veel, uh, half jaar. Al een half maand. Ja, twee maanden. En ik, ik heb met die gozer nog nooit gespeeld. Dus uh, ja. Morgenochtend 9 uur hè, weer. Ja, zeker. Oké. Okay. Um, en dan gaan we volgende week voorbeschouwen op uh, Viva Las Vegas waar echt gewoon de hele boel al gewoon uh, uh, de fonteinen zijn leeggehaald de bruggen zijn afgeplakt uh, de grandstands worden gebouwd, als je nu in Vegas bent omdat je het ooit er naartoe wil, dan ben je echt een lul ik kan nergens meer heen, maar goed gaan we volgende week bespreken Daarom. Ik, ik zeg uh, uh, luisteren, kijken, liken comments geven, en review. reageren wie er geharst moet worden en dan zien we dat volgende week. Oh, leuk! Beginnen we de uitzending mee. Oké. Okay. Dit was drs Show. Tot volgende week. Adios.